De financiering voor de bouw van twee nieuwe VMBO-scholen is rond. Er was voor de scholen nog 9 miljoen euro nodig en dat geld is nu bij elkaar. Het is verzameld door te bezuinigen op andere projecten of die uit te stellen. Zo wordt onder meer de herstructurering van het Wilhelminaplein in de ijskast gezet. Het Stedelijk College krijgt een nieuw gebouw op sportcomplex Eindhoven Noord. Pleincollege De Burg aan de Pierslaan mag nu beginnen met de aanbouw achter de school.